deze beschouwing. Die is weer lekker rustig. Het is hier ook heel lekker rustig. Het is een zaterdagavond, het is 10:00 s'avonds. En omdat het zo koud is, loopt het tuig niet over straat te schreeuwen. Maar iedereen zit vernikkeld binnen. Ja, of koud, ja, het valt eigenlijk wel mee. Zo. We gaan het hebben over de Jezuïeten. Ik zat net even te kijken naar een foto. Ik heb hem nog opstaan van die Greta Thunberg. Die Zweedse. Wat is dat toch een chagrijnig monster, hè? Jeetje. Ik heb er eigenlijk geen woorden voor. Greta Thunberg, die heeft nu... Het is een artikel op Prison Planet waar ik naar zit te kijken. Dat is geschreven door Paul Joseph Watson. En gepubliceerd op vandaag, 14 december. En de titel van het artikel luidt... Greta Thunberg dreigt om de wereldleiders tegen de muur te zetten... als ze weigeren om te vechten voor de klimaatverandering... Oh, dit vriendelijke meisje dat gaat nu dreigen met geweld. Ja, ja. Hou het eren, jouwe. Ja, wat een drama, hè? Dit meisje is een product van de Jezuïeten. Zorgvuldig geselecteerd. Ze is ook al op bezoek geweest. Ik heb een foto van haar gezien. Toch? Even kijken. Even naar Google toe. Greta Thunberg. En dan Pope Francis. Ja, het is gelijk wel raak. Dan images. Oh, ja hoor. Ja, daar is ze geweest meerdere keren. En paus Franciscus, dat is een jezuïet. Wat zit ze hier nou? Ze geeft hem iets. Ze kijkt ook heel blij. Zij geeft aan hem een A4'tje met daarop de tekst. Mooi gedrukt, niet eens handgeschreven. Maar doe mee aan de klimaatstaking. Ja, ja. Die Jezuïeten is een knettergek. Greta Thunberg is ook gek. Greta Thunberg, die heeft Asperger, was een vorm van autisme. En ze heeft obsessieve, dwangmatige dingen. Obsessieve dwangstoornis of zo. Obsessive, wat is dat ook weer? Coercive of zo? Disorder. OCD. Ik kan er niks aan doen. Ik moest het doen. Ik kan er helemaal niks aan doen. Ik ben dwangmatig. Ik ben strik. Ik ben zo gek als de deur. En die familie van haar is ook niet fris. En trouwens, bij haar in de familie, daar zit een of andere vent die al in de... Dus heel lang geleden dan, hè, in de familielijn. Heel lang geleden al bezig was met koolstofdioxide. Nou, we zouden er allemaal dood aan gaan. Een of andere achteroom of zo. Hey, dat zijn de Jezuïeten. Die zijn dus nu weer eens bezig. Tje. En dat was in het begin van de jaren 70...
had je dan een commissie en die heette de Club van Rome. En ik beweer dus dat helemaal onder de begeleiding stond, geïnstigeerd was door het Vaticaan. En dan zeggen mensen tegen mij, oh, weet je, dan kan je dat wel bewijzen. Nou, dan gaan ze daarmee komen. En dan vind ik ook dat ik er eigenlijk wel wat over moet kunnen zeggen. En ik ben al even gaan kijken. Maar het is in ieder geval niet opgericht door een openlijke kardinaal van Huppeltje Pup of zo. Dat dan niet. Dat is jammer. Daar was ik er gelijk vanaf geweest. En nu heb ik al die namen dan van die participanten, die eerste. En dan kan ik stuk voor stuk gaan lopen afvinken. Of ik dus bij een van die lui een band kan vinden naar de katholieke kerk toe. Maar voor hetzelfde geld is die er niet in die zin, maar ja. Ja, zijn die banden er natuurlijk wel. Want die banden die zijn er, dat weet ik. Dat is precies wat de katholieke kerk, wat die jezuïeten, wat die leuke lui van de wereldorde, maar niet heus dat ze leuk zijn, wat zij willen. Dat is onzin. Wat ze willen is onzin. Dat klimaat, er is niks meer aan de hand. Er zijn ook mensen en die... Er was zo iemand op Facebook die zei... Ja, en in Nederland extreem warme zomers. Dat is helemaal niet waar. De jaargemiddelde temperatuur van de afgelopen 20 jaar hier in Nederland... die is geen sikkepit gestegen. En ja, inderdaad, de afgelopen jaar was het behoorlijk warm. En het jaar daarvoor was het ook behoorlijk warm. Ja, maar het jaar daarvoor niet. En het komend jaar, ja, weet jij het? Ik vind het nu bijvoorbeeld best wel koud. Ja. Misschien is het wel helemaal niet zo koud vergeleken met vorig jaar. Ik weet het niet meer. Ik weet, het jaar gemiddeld is het in Nederland de afgelopen 20 jaar geen spat warmer geworden. Ook niet kouder, maar ook niet warmer. Dus gewoon al 20 jaar lang hebben wij dezelfde temperatuur, jaar gemiddeld dan. Hè? Dat verandert natuurlijk wel van dag tot dag. En ja, je kan een keer een warm zomertje hebben, maar ja, het jaar, de jaar gemiddelde temperatuur van anderhalf jaar geleden of zo, dat was niet bijzonder hoog. En wij denken dan, omdat die zomer zo warm was, dat we, Ja, dat was een paar dagen, was het extreem warm. En dat herinnert iedereen zich dan, maar daarna is het weer gewoon tranen met tuit. Heb je weer gewoon dat saaie Nederlandse weer wat je hier altijd hebt. En dat herinnert niemand zich. Nee, er is niks aan de hand. En dan roept zo iemand die dan zegt van... ja, hier in Nederland over extreem warme zomers en mislukte oogsten. Welke oogst is mislukt? De aardbeienoogst? Ga toch weg. Ja, de mislukte oogsten. Ja, maar niet in Nederland al heel erg lang niet meer. Dat komt omdat wij ontzettend goed zijn in het cultiveren van land... Over de hele wereld komen ze naar Nederland om van ons les te krijgen hoe je met landbouw en veeteelt om moet gaan. Ja, er kan half Afrika, wat zeg ik, er kan heel Afrika nog een puntje aan zuigen. Wij zijn daar knettergoed in. En onze oogsten mislukken niet. Misschien een keertje wat minder, een keertje wat meer. Maar een mislukte oogst dat we helemaal geen aardappelen hebben hier uit Nederland, gaat er weg. Wanneer is dat gebeurd dan? Ik ben nog een keer dat... Toen had het zo ontzettend veel geregend in de oogsttijd... dat de suikerbieten niet geoogst konden worden met machines. Dus die machines die zakten weg in de modder. Dat was best een ramp. En dat weet ik nog, omdat we toen met de lagere school... gingen wij... met de bus naar een boer en daar gingen wij bieten uit de grond trekken, op de hand.
Ho, 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 ho. Nou, daar ben ik ook achter gekomen. Jeetje, wat een werk is dat, hè? Ja, dat is alweer een hele tijd geleden. Er is niks aan de hand met het klimaat. Er is zo'n man hier, zo'n professor Dr. Vermeersen. En die heeft het dan rustig over... als Antarctica tegelijkertijd met Groenland, als het allemaal gaat smelten in één keer, dan stijgt de zeespiegel hier in Nederland met 80 meter. Ja, waar heeft die man het over? De gemiddelde temperatuur op Antarctica is min huppeltje pup graden Celsius. En niet min 1, nee, min 20 of zo. Dus wil je die hele ijstoestand op Antarctica aan het smelten krijgen, dan moet het toch, ik denk wel 2 jaar achter elkaar, moet het daar 5 graden Celsius worden het hele jaar door. Ja, dat betekent dat de mondiale temperatuur met meer dan 35 graden omhoog moet gaan. Ja, maar als de mondiale temperatuur met 35 graden omhoog gaat, dan is het stijgen van de zeespiegel niet ons enige probleem. Dan krijgen wij zomers met een gemiddelde temperatuur van 60, 70 graden. Dan gaan wij dood. Bij die temperatuur gaan wij dood. Sterven wij van de hitte. Daar kan je niet aan overleven, man. Het is bijna zo warm als een sauna. En dat overal. Ja, ja. Er gaan allerlei elektrische apparaten gaan kapot. Op heel veel elektrische apparaten staat dat je ze niet moet laten opereren bij een temperatuur boven de 50 graden Celsius. Ja, maar als de temperatuur zo warm wordt dat Antarctica, het zo hoog wordt dat Antarctica gaat smelten, ja, dan gaat je laptop dus hier in Nederland ook gelijk kapot. We krijgen dan problemen, joh, dat wil je helemaal niet weten. En dat dan de zeespiegel ook nog maar 80 meter gaat stijgen, ja, nou ja, dat is een heel vervelend, maar waarschijnlijk maken wij het niet mee, want we zijn daarvoor al gewoon gestikt van de hitte. Door een ei dat naturaliseert, dat eiwit van een ei, dat naturaliseert bij 70 graden Celsius. Dus, ja, jongen. Nee, daar ga je dood aan. Ik denk dat je dat echt niet volhoudt als jij in een ruimte met 70 graden Celsius wordt geplaatst. En dat dan, ja, voor een uurtje of 16 of zo, ik denk dat je dood bent. Nou, en als er vervolgens aan de zeespiegel met 80 meter gaat stijgen, nou, dat zal jou echt geen biet interesseren, want je bent toch al dood. Maar dat, zo'n professor Dr. Bert Vermeersen, die weet dit. Die weet dat hij onzin vertelt. Maar hij vindt het dan leuk om mensen een beetje angst aan te jagen. En de Jezuïeten vinden het geweldig, want hoe banger de bevolking wordt, des te makkelijker zij door kunnen gaan met hun agenda op de achtergrond uit te rollen. En de mensen die beweren dat, zoals die vrouw op Facebook, waar ik het net over had, hè, die allemaal loopt te beweren van ja, en de Club van Rome, dat is helemaal niet van de Jezuïeten. En hoe kom je erbij? En het allemaal overdreven gedoe wat je zegt. En ja, zo iemand heeft nog nooit ook maar een seconde een stuk geschiedenis bestudeerd. Er is dat boek geschreven. In de jaren 90 van de vorige eeuw door een man. En die was toen ondergedoken voor de Amerikaanse overheid. In het bijzonder voor de Belastingdienst. En in die tijd dat hij ondergedoken heeft gezeten, heeft hij literatuuronderzoek gedaan naar het wel en wee van de Jezuïeten. En hij heeft een boekje geschreven. En het heet Rulers of Evil. En dat kan je zo vinden op internet. Dat is ingescand. En er is een PDF van gemaakt. En ja, op meerdere plekken kan je het downloaden. Dus ik heb het ook niet een linkje of zo voor je. Want je kan het zo downloaden. Er staat wel ergens op archive.com. Sterker nog, je kan het ook downloaden in het Duits.
Het is in het Duits vertaald door een vriend van Jörg Liesman. Herrscher des Bösen. Als je zin hebt om het in het Nederlands te vertalen, dan nou, bij deze, het is welkom. Mensen vinden dat denk ik erg leuk. Anyway, in dat boekje, zo dik is het boekje niet. En daar staat de hele geschiedenis van, die, of de hele geschiedenis, maar in grote lijnen wat de Jezuïeten hebben uitgevroten. Nou, dat is niet fraai. Er is een man en die heet iets van Ricci. Weet je nog weer van zijn voornaam? Ik heb die voornaam altijd fout. Er zijn van die bepaalde namen en die willen er bij mij niet in. Ricci. En dan, let's go. En het is een Jesuit. Jesuit. En dan Rulers of Evil of zo. Die vent ook weer. Oh ja, Lorenzo. Lorenzo Ricci. Die man die is in 1773. Ja, eigenlijk moet ik het helemaal precies uitzoeken voordat ik het nou begin uit mijn duim te zagen. Maar even heel losjes. Aan het einde van de 18e eeuw. Toen zijn de Jezuïeten verboden door de Franse monarch, de koning. Of de paus zelfs, ja. Ze hadden er weer eens helemaal genoeg van. En toen is die Lorenzo Ricci. Die is gearresteerd. En daar wordt dan gezegd dat hij overleden is in de gevangenis. Nou, ik kan die nog zo snel niet vinden. Anyway, die Frederik de Persozzi, die denkt dat die Lorenzo Ricci helemaal niet overleden is in de gevangenis, maar dat hij alleen maar zogenaamd is gearresteerd. En zo was hij dan dus buiten beeld en kon hij incognito naar Amerika gaan om daar aanwezig te zijn bij het opstellen van de Amerikaanse grondwet, die het mogelijk zou maken, en gemaakt heeft inmiddels, dat het katholicisme daar weer vrijelijk zijn gang kon gaan. Want katholicisme was verboden in Amerika. Ja, mooie tijden waren dat hoor, toen het daar dus verboden was. Het katholicisme was ook hier in Nederland verboden. Ongeveer in dezelfde tijd. Men had overal schoon genoeg van die jongens en meisjes van de eenheid van kerk en staat. Want daar gaat het om. Hè? Daar heb ik dat ook in het kort uitgelegd. Met name in het tweede deel vind ik dat ik dat goed heb uitgelegd. Het gaat dus over een groep mensen onder ons en die kenmerken zich door een aantal dingen. En één daarvan is dat ze streven naar een eenheid van kerk en staat. En een ander ding is dat hun geloofssysteem, dat behelst meerdere entiteiten die je kan aanbidden. Goden, zullen we maar zeggen. Meerdere. En onder die goden bevindt zich ook een vrouwelijke god. En op een bepaalde manier gezien is die vrouwelijke god de belangrijkste. En dat kom je. Dit zijn een beetje de grove aanduidingen, hè? En onder deze aanduiding, dus wat heb ik nu gezegd? Eenheid van kerk en staat. En de kerk die heeft meerdere goden die aanbeden worden. En er is een moedergod die eigenlijk de allerbelangrijkste is. Nou, daar vallen onder de geloofstelsels van Mesopotamië, waaronder Babylon. En de geloofstelsels van Egypte.
Hè, met die piramides en die priesters en die toestanden. Dus pure slavernij daar. Dat was Babylon ook, by the way. En dat geldt voor Griekenland. En dat geldt voor het Romeinse Rijk. En dat geldt voor het Heilige Romeinse Rijk ook. Want het Heilige Romeinse Rijk heeft een moeder van God. Die heet Heilige Maria. Holy Mary, Mother of God. Dus, die wordt aanbeden ook. Dus met het gebed, wees gegroet Maria. Hail Mary op zijn Engels. En op zijn Nederlands luidt die Heilige Maria, moeder van God. Gezegend zijt gij onder de vrouwen. Gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Bid voor ons, zondaars, nu en tot in het uur van onze dood. Dus dat valt daar dus onder die categorisering die ik net zei. Dus dat je meerdere entiteiten hebt die je aanbidt. Het christendom doet daar niet aan. Het christendom is een, noem het maar, een voor het volk uitgeschreven. Door het, ja, dus niet op logica. Niet, het is wel heel logisch wat in de Bijbel staat. Maar het is niet die droge logica van die Duitse filosofen. Het is, noem het maar, volksmetafysica, zo moet je zeggen. Maar dan een reine vorm. En je kan je dus heel verbaasd afvragen hoe die mensen in die tijd aan al die kennis kwamen. En zo kom je dus op de conclusie dat het hier gaat om het woord van God. Dat het dus door God is het de mensen ingefluisterd. Kijk, Immanuel Kant die komt tot zijn conclusie waarin hij dus het weten weet te begrenzen en zodoende ruimte weet te maken voor het geloof. Ja, dat doet Immanuel Kant niet omdat God hem dat ingefluisterd heeft. Dat doet Immanuel Kant omdat het met logica. En dat Immanuel Kant was een hele slimme Duitser. Maar dat is puur, of logica, logos, moet je zeggen. Dus, ja, kritiek der reine vernunft, daar in dat boek, kritiek van de zuivere reden, zuivere verstand. Daarin doet Kant daar uit de doeken hoe dat in elkaar zit. Hoe je het weten moet begrenzen op basis van het zuivere verstand. En hoe je daarmee dus ruimte creëert voor het geloof. Maar goed, dat is, noem het maar techniek. Daar had Mozes het niet over. En een ander ding, als je een stukje uit de Bijbel pakt, het boek Openbaring, het laatste boek van de Bijbel, daarin spreekt Johannes van het getal 666. En dat noemt hij het getal van het beest. Ja. Maar hoe wist Johannes dat? Want het getal 666, dat is namelijk het atoomgetal van koolstof. En koolstof is de basis van al het levende. En de kroon van al het levende, dat is de mens. En de mens die alleen maar bestaat uit koolstof, die dus denkt dat die alleen maar koolstof is met wat stikstof en wat fosfor en wat kalium. Kortom, de mens zonder, noem het maar, zonder eerbied voor de schepper. Zonder achting voor de schepper. Ja, dat is het beest. Dan ben je alleen maar in de rondte wauwelend koolstof. Dan ben je dus 666. Maar hoe wist Johannes nou van het atoomgetal van koolstof? Hoe moest hij dat nou weten? Scheikunde bestond niet in zijn dagen. En het periodiek systeem der elementen met die getalscombinatie 666, dat was het einde van de 19e eeuw. Ja, ha 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 ha. Het boek Openbaring is geschreven in het jaar 100.
Dat was dus 1700 jaar eerder. Dus dat doet je toch geloven dat Johannes dit geschreven heeft, hè? Dus dat boek Openbaring, vervuld van het woord van Christus. Het is wat Johannes zelf ook zegt. Hè? Het is ook niet de openbaring van Johannes, het is de openbaring van Jezus Christus. Het is Christus die spreekt. Dus het kan bijna niet anders. Kijk, en ik heb het over de Jezuïeten en toch heb ik het over de Bijbel. En dan zou je zeggen, ja, je zou het toch over de Jezuïeten hebben. Het punt is, die Jezuïeten hebben zichzelf Jezuïeten genoemd, omdat in de Bijbel een persoon wordt genoemd en die heet Jezus. En Jezus gaat vooraf aan de Jezuïeten. Heb je? Kijk, die club van die Jezuïeten, die hadden zich ook de kanoniërs kunnen noemen. Of de vrolijke brulneuzen van de paus. Ze hadden iedere naam kunnen kiezen. Maar ze kozen deze naam. De Sociëteit van Jezus. En waarom? Nou, omdat die naam heel erg sterk is. En waarom is die naam dan zo sterk? Ja. Omdat Jezus het is. Jezus is de Zoon van God. En je had die man in de 20e eeuw. Ik keur hem niet eens helemaal voor 100% af. Behalve dat hij zo overdreven deed over seks. Ik vind dat je daar als spiritueel leider. Maar je moet je niet mee bezighouden. Maar goed, dat is dan het enige. Voor de rest heb ik heel veel van hem gelezen en heb ik heel veel van hem gelezen met ontzettend plezier. Het is een man met humor, zonder meer. En ik heb het over Osho. Dus Rijnees of zo. En hij heet ook eens wat Bhagwan, wat hij ook genoemd. Nou, Bhagwan, dat betekent letterlijk zoon van God. Dus de zoon van God is een titel die, ja, nogal wat mensen zich toe-eigenen. Huh? Bij Christus is dat terecht. Dat was de Zoon van God. Dat was hem. Hij was voorspeld. Hij zou 400... moet ik het goed zeggen? 490 jaar. Ja. 7 keer 70. 490 jaar na Daniël zou de Messias komen. En hij kwam. Precies op die tijd. En het maakt het hele plaatje compleet dat dus de Bijbel, dat het woord van God is. Dan valt alles op zijn plek. En dan snap je dus ook dat de meest afschuwelijke, gewelddadige, moorddadige organisatie die wij kennen, te weten de katholieke kerk en daarbinnen de orde der Jezuïeten, dat die dus de Bijbel en de naam van Jezus gebruiken als dekmantel. Dan begrijp je dat in één keer. Want het woord van Jezus is waar. Snap je? Je kan bijna zeggen, zo simpel is het. En ons hele leven is niets anders dan dat wij te maken hebben met deze overheersende club. En dat die club ons voor de gek weet te houden met hun zogenaamde moderne ideeën, vernieuwde ideeën over zaken zoals homoseksualiteit, overspel,
Minachting voor je ouders, stelen, roven, zeg het maar. Ja, dat ze dus doen alsof dat allemaal er niet toe doet. Maar joh, de een heeft respect voor zijn ouders, nou de andere niet hoor. En homoseksualiteit. Bij de katholieke priesters blijkt dat 20, 30, 40, 50% van die mannen die beweert dat hij homoerotische neigingen heeft. Belachelijk hoog. Zeg zelf. In mijn familie komt homoseksualiteit helemaal niet voor, om maar wat te zeggen. Totaal niet. We hebben ook niet zo'n hele grote familie, maar. Maar toch alles bij elkaar, er wel een mannetje of 80. Er zit geen één homo tussen. Geen één lesbienne. Nou, maar binnen de katholieke priesters, daar praat je zomaar over 40-50%. Dat is belachelijk. Dat is heel raar. En de paus is dan ook bezig, en nu dan, de huidige paus, om homoseksuele mannen in de kerk te gaan trouwen. Dat wordt hem niet in dank afgenomen, dat kan ik je wel vertellen. Want binnen de katholieken ook nog een keer, daar is niet iedereen het eens met hoe de kerk zich de laatste jaren gedraagt. Ook op het gebied van klimaattoestanden. Dat de paus heeft laatst geroepen. Net als Greta Thunberg die dus zegt tegen de muur met de wereldleiders die niks doen aan de klimaatverandering. Dat heeft de paus ook gezegd. En dan had hij het over het leger van de Verenigde Naties in gaan zetten tegen landen die zich niet houden aan klimaatverdragsregels. Er zijn nogal wat katholieken die dat niet begrijpen. En die zeggen dat een geestelijk leider dat soort dingen helemaal niet moet zeggen. Dat ze ook vinden van ja, de paus, dat is een geestelijk leider en die moet zich niet gaan bemoeien met milieuzaken. Dat moet hij overlaten aan de mensen die daar verstand van hebben. Zoals ik. En ik zeg, er is helemaal niks aan de hand. Trouwens, de aarde wordt steeds groener. Hè? Dus wat beweerd werd, wat gewoon zo is, koolstofdioxide is nodig voor planten om te groeien. Dus heb je geen koolstofdioxide in de lucht, dan groeien de planten niet. Klaar. Dus waar moeten die planten anders de koolstof vandaan halen? Hè? Nou, en de koolstofdioxideconcentratie is gestegen de afgelopen jaren. Dat is zo, dat ontken ik ook helemaal niet. Nou, en wie vinden dat fijn? Ja, de planten. En die maken daar dankbaar gebruik van. En dat kan je dus merken. Dus met satellietfoto's en alles kan je het zien dat de aarde alsmaar groener wordt. Dat is toch mooi? Moet je dat gaan bestrijden? Oh nee, de aarde mag niet groener worden. Oh nee, oh, dan moeten ze stenen blijven. Oh, die planten moeten kapot. Tuurlijk niet, joh. En ze zeggen dat al die fossiele brandstoffen, dat vroeger dus fossielen waren. Dus vroeger waren dat levende beestjes en levende planten. Nou, als we dan nu die overblijfselen van die levende beestjes en levende planten, toen dus, nu dan de stoffelijke overschotten. Ja, als we die onder de grond laten zitten, dan gebeurt er niks. Hè? Maar als we dat gaan opfikken, ja, krijg je koolstofdioxide in de atmosfeer. Dat wordt geabsorbeerd door planten. Nou, dat werkt dus kennelijk als een tierenlier. De aarde wordt groener. Hè?
Nou, en in al dat groen, daar gaan allemaal beestjes in de rondte lopen kruipen. Ja. Dus je krijgt in eerste instantie komt er een hele hoop flora bij door die koolstofdioxide. En vervolgens komt er door die flora toename, komt er een hele hoop fauna bij. Ja, is dat erg? Nee, waarom? We maken hem uit. Nou, ik vond de aarde toen hij mooi zo kaal en ledig was, vond ik hem veel mooier hoor. Want in al dat groen, ik word er af en toe helemaal kotsmisselijk van. Ja, dan moet jij een enkele reis naar Wolfheze. Dat is een psychiatrische inrichting hier in de bossen. En als je dat te ver voor jou is, dan mag je naar Zandpoort. Dat is in Noord-Holland. Daar heeft een tante van mij gezeten. Die heb ik daar nooit over horen klagen. Maar dat is ook een psychiatrische inrichting. Dan mag je daar naartoe. Door iemand die tegen het milieu is en hoe het zich allemaal ontwikkelt. En dat het milieu verandert. En dat de planten toenemen. En dat de diersoorten verdwijnen. En dat er op termijn weer extra diersoorten bijkomen. En als je dat allemaal niet wil accepteren en alles moet hetzelfde blijven. Dan heb je metatasiofobie. Zeg ik dat goed? Ja, metatasiofobie. Veranderingsangst. Dat bestaat. Metatasiofobie staat in de DSM. De moeder van mijn kind, die heeft dat ook. Die is ook heel bang voor veranderingen. Ja, mijn kind, die had toen ze naar de middelbare school zou gaan van tevoren, had je die CITO-toetsen van... van het primaire onderwijs. En haar CITO-score was dermate hoog dat ze naar het gymnasium mocht. Nou, dat zou dus een hele verandering ingehouden hebben voor die moeder dan, in de ogen van haar moeder. Want zij was altijd dat kind nog de baas, hè, qua kennis. Mama wist altijd alles beter. Maar ja, als dat kind naar het gymnasium gaat, dan gaat dat kind dus naar een middelbare school die mama dus bij verre niet aankon. Dus dan gaat dat kind onder haar weg evolueren, zeg maar. En oh, die vrouw die werd er helemaal panisch van, jongen. Dus die heeft al enorm op dat kind in zitten praten om maar te voorkomen dat het naar het gymnasium zou gaan. Want daar kan die moeder niet tegen. Die heeft metatarsiofobie. Nou, dat is heel vervelend. Met name voor dat kind, want die is dus mooi niet naar het gymnasium gegaan. Ja, ik ben blij dat die tijd voorbij is, want ik heb me daar toen heel erg over opgewonden. Ik vond het echt verschrikkelijk. Maar dat hoef ik me niet meer over op te winden, dat is voorbij. Maar goed, die metatasiofobie, die is onder mensen. Die veranderingsangst. Ja. Maar het is een ziekte. En met het milieu is er helemaal niks aan de hand. Het wordt de laatste jaren wat warmer, ja. Mag ook wel, want tijdens de kleine ijstijd was het echt behoorlijk koud. En waarom zou je dat leuker vinden dan nu? En we weten ook dat er tijden zijn geweest dat er... ja, dat heel Drenthe onder het ijs lag. En dat is de verklaring dat die stenen waarmee ze die hunebedden gebouwd hebben... hoe die stenen hier zijn gekomen. Want die stenen die komen uit Scandinavië. Dat die zijn dus hier naartoe getransporteerd door het ijs. Oh ja, en hebben ze laatst ook weer hebben ze onder een gletsjer resten aangetroffen van een oude Romeinse nederzetting. Ja, ja. Daaruit concludeer je dus dat in de tijden van de Romeinen, dus 2000 jaar geleden, was daar geen gletsjer. Dus sinds de Romeinen is die gletsjer er gekomen en nu is die gletsjer weer aan het verdwijnen. Ja, we maken hem uit. Maar die Jezuïeten die maken ons helemaal gek. Die gaan ons allemaal problemen aanpraten. Want het is heel erg goed. Tja. En wij als volk,
Wij hebben dat niet in de gaten. En dat heeft er alles mee te maken dat wij onze Bijbel niet lezen. Hey, als je je Bijbel leest en je leest het boek Daniël, hoofdstuk 9, met de 70 weken. En dan weet je dat de komst van Christus voorspeld is. Nou, dan krijg je de komst van Christus. En dan krijg je uiteindelijk het laatste boek, de Openbaring van Jezus Christus, opgeschreven door Johannes op het eiland Patmos. Patmos. En daarin staat het beeld van deze tijd. Kijk, er was die man uit Ierland. En dat was een protestant. En die heette Ian Paisley. Was een beetje een gezette man. Dat is een netjes woord voor, hij was eigenlijk dik. Ja. Een gezette man. En ja, niet zo'n fijne stem heeft hij. Het was echt iemand die een stemverheffing en een heel dramatisch allemaal dingen gaat zeggen. Niet echt mijn stijl. Maar dan nog, ik bedoel, niet iedereen hoeft te zijn zoals ik hem leuk vind. En Ian Paisley, die heeft een zitting van het parlement in Ierland of zo. Ernstig verstoord toen daar de paus op bezoek was. En dat hij vanuit de zaal ging roepen dat de paus wat hem betreft de antichrist is. En toen is hij de zaal uitgezet door de beveiliging. En iedereen boos op hem. Oh, dat kan niet hoor, dat je zoiets zegt. Ja, het punt is, de paus is de antichrist. Dat vond Maarten Luther ook. Dat is 1517. Dat was 400 jaar geleden. Was men het er in Duitsland en Nederland en Engeland helemaal over eens dat de paus en later dan de jezuïeten die erachteraan kwamen, dat dat de antichrist is. Ja, en als dat besef bij ons weg is, en dat is het, ja, dan gaan wij denken van Greta Thunberg. Nou, het is toch wel een heel dapper meisje. Greta Thunberg is geen dapper meisje. Dat is een handlanger van de paus. En de paus is de grote marionettenspeler en Greta Thunberg die doet precies wat de paus wil. De paus is de antichrist. En Greta Thunberg is een grote leugenaar. En de paus ook. Greta Thunberg heeft haar moeder duidelijk gemaakt, overtuigd, wijs gemaakt dat Greta Thunberg koolstofdioxide kan waarnemen met het blote oog. Dat kan een mens helemaal niet met het blote oog. Hooguit zou dat een adelaar kunnen. Er zijn namelijk bepaalde adelaar weet ik niet, maar bepaalde roofvogels die kunnen in het infrarode spectrum kunnen ze waarnemen. Ja, dus zulke vogels zouden eventueel CO2 kunnen waarnemen als een gas met een donker kleurtje. Omdat het dus infrarood tegenhoudt. En als jij infrarood kan zien, dan is infrarood licht, is dan, voor ons is het onzichtbaar. Wij kunnen infrarood niet zien. Maar dan, als je infrarood kan zien, dan is dat, heeft dat de kleur dus rood of wit. Ik weet niet hoe je dat ervaart. En heb je dan zo'n gas als koolstofdioxide, wat infrarode straling voor een deel, moet je ook zeggen, absorbeert. Niet helemaal volledig, maar voor een deel. Ook maar voor enkele procenten hoor. Ja, dan moet je wel koolstofdioxidegas kunnen zien. Mits het voldoende geconcentreerd is natuurlijk. Maar je kan als mens geen infrarode straling waarnemen. Dus ja, Greta Thunberg is een heel bijzonder mens. Echt heel bijzonder.
Of ze heeft contactlenzen laten plaatsen met een infrarood dingescamera toestand erin. Ja, daar zou ze dan toch over gehad moeten hebben. En waarom zou je dat laten doen? Nee, Greta Thunberg heeft gekozen voor de makkelijke weg. Die heeft gewoon tegen de moeder zitten liegen. En de moeder heeft er vervolgens opgeschreven in dat handboek. Nee, een biografie heeft die moeder geschreven. Een leven voor het klimaat of zoiets. Knettergek zijn die mensen. En ze liegen. En het is aan ons. Is het maar één ding. En dat was het altijd al. Wij moeten de waarheid die in de Bijbel staat, daar moeten wij vol van ontzag van achterover vallen. En wij moeten gaan inzien dat het leven wat ons geschonken is, dat is niet zomaar een opeenstapeling van toevalligheden, maar dat is zo bedoeld. Ook jouw leven. En ook dat van mij natuurlijk. En dat van mijn dochter. En dat van mijn moeder. En van mijn zus. Van iedereen. Al die levens hebben een bedoeling. En wat heel belangrijk is. Het is niet zo dat je zomaar wat kan doen in je leven. En dat dat dus altijd goed is. Want jij hebt, ik heb me ergens versproken. Ik hoop. Nou, ik heb het ergens gezegd over vrije wil, maar je hebt geen vrije wil. Zal ik daar misschien dat ik er nu op terug ga komen of een andere uitzending? Even kijken hoeveel tijd er nog is. Maar zonder meer is het denk ik, goed, jij gaat het nou niet meer over hebben. Maar je hebt geen vrije wil, echt niet. Dat is een foute taalgebruik. Als je zegt dat je een vrije wil hebt, dan heb je of een verkeerd idee van het woord vrij, of je gebruikt een verkeerde invulling van het woord wil. Anyway, vrije wil, dat kan niet. Maar je hebt wel een vrije keuze. Dat wel. Dus je mag als mens kiezen wat je doet. En mijn moeder en mijn zus en de moeder van mijn kind. Die mensen hebben keuzes gemaakt. Keuzes waarvan ik vind dat geen goede keuzes waren. Dat het keuzes zijn geweest waarmee ze mijn kind benadeeld hebben. En daarmee ook mij benadeeld. Daar ben ik niet echt blij mee. Maar ik heb ze vergeven. Ik ben niet meer boos. Ik ben niet meer gefrustreerd. En Christus zegt van ja, pas op met die vrije keuzes die je maakt. Want als jij op het moment komt dat jouw lichaam stopt met functioneren. En dat het rien à va plus is, zoals ze dan zeggen in het casino. Rien à va plus, en dan mag je niet meer inzetten bij de roulette. Het spel is. Of er mag niet meer gespeeld worden. Of rien à va plus, het gaat niet meer of zo. Niets gaat meer. Ja, als je dat moment bereikt, dan komt. Dat is de dag aan het oordeel. En dan kan er niks meer veranderd worden. Dan is je leven zoals jij het hebt afgegeven. Ja, ik ken dat moment als programmeur heel goed. Je hebt de tijd van het bouwen, en dan ben je aan het ontwerpen, en dan ben je aan het nadenken, en dan ga je nog eens praten met de klanten, en dan laat je een stukje zien, en dan zeg je, nou, het is wel wat. En het is allemaal hartstikke leuk, en dan ga je testen, en dan ga je een beetje documenteren, en dan ga je er nog eens naar kijken. Uiteindelijk komt dan de grote dag, en dan ga je over. Ja, en dan is er niks meer aan te doen. Dan doe je run en dan gaat het programma lopen. En ik heb meegemaakt dat er vervolgens enorme problemen kwamen.
Oeps. En dat is zweten. En dan bij softwareland, ja, je bent dus niet echt dood. En dan ga je als een idioot ga je aan de slag. En dan moet je helemaal in allemaal bochten wringen. En nou, uiteindelijk heb ik ieder programma wat ik ooit opgezet heb, nou, zo goed als elk programma, dat heb ik wel aan de praat gekregen. Maar er komt dus een moment waarop je dus helemaal klaar bent. En dan is het run. En dan moet hij het doen. Of hij doet het niet. En als je het niet doet. Nou, in softwareland heb je dan heus dan wel een tweede kans. En een derde kans. En een vierde kans. Maar in het geval dat jouw lichaam is gestopt met ademhalen. Dan is er geen tweede kans meer. Dan is het over. That's it. En Christus die waarschuwt ervoor. Dat je kan belanden op een plek waarin het geweeklaag is en het tandengeknars. Dus in een plek van ontevredenheid. En dat heeft alles te maken met dat jij bij leven al ontevreden was. En dat je ondankbaar was. Dat het allemaal niet goed genoeg was. En als jij dan op het einde staat en je lichaam stopt met functioneren, dan ga jij beseffen dat alles wat je bij leven had, toen jouw lichaam het nog goed deed, en toen je nog met de bal kon spelen en nog buiten kon fietsen en nog een taart kon bakken voor je moeder en dat je je kind nog van school kon halen, allemaal dingen die je nu niet meer kan omdat je lichaam aan het stoppen is. Maar toen je al die dingen nog kon doen en je al dat leven en al die mogelijkheden voor je had liggen en toen was je ontevreden en op dat moment dat jij je lichaam het niet meer doet, ga je zien dat jij toen had moeten overlopen van dankbaarheid. En dan ga je inzien dat jij toen ondankbaar was in een situatie waarin dat niet gepast was. Want nu heb je veel en veel en veel minder. En daar valt niets aan te doen. Want jouw lichaam is aan het stoppen met functioneren. En je kan niemand meer iets verwijten. Als jij bezig bent met je laatste seconde. Er is een Amerikaanse dichter, en die Bukowski is dat, en die zei van, kijk, een oude man die op sterven ligt, die kan altijd nog met zijn pink bewegen, om te laten merken dat hij er nog is. Of iets van gelijke strekking. Bukowski is wel humor en zo. Maar jij gaat dat ook meemaken, ik ook. Wij gaan allemaal meemaken dat ons leven als ja, in de rondte springende wammes waggel. Ja, dat gaat stoppen. Want je lichaam wil op een dag niet meer. En dan gaat het hard achteruit. En dan al die momenten dat jij klagend hebt doorgebracht. De moeder van mijn kind, die heb ik dan zo ongeveer 10, 11, 12 jaar lang intensief dagelijks meegemaakt. En ik zeg je, die vrouw, die was elke dag meerdere keren aan het mopperen. Elke dag. Er was altijd wel iets. En zo'n 2, 3 keer in de week scheldpartijen. En dan een paar keer in de maand werden het echt hysterische toestanden met, er zijn ook stukken huisraad door de ruimte heen gevlogen en tegen de muur in diggelen gegaan. Dat ik blij was dat mijn dochter er niet bij was. Kijk, zo kan je je leven ook doorbrengen. Hè? Als een pure, ondankbare stoephoer.
Ik ben niet meer boos op, ik ben niet meer gefrustreerd. Ik zeg het alleen maar naar jullie toe als voorbeeld hoe jij, hoe een mens, ik zeg niet dat jij het doet, maar hoe een mens heel goed in staat is om zijn leven ongelooflijk te verpesten uit vrije keuze. Het was haar keuze om niet dankbaar te zijn. En dan kan ze zeggen, ja, Perry, maar ik vond jou maar niks. Ja, het punt is, wat vond zij van God? Toen zij zo ontevreden was. Want bottom line, zij was ontevreden met dat wat God op haar pad had gebracht. Daar ging het om. Ik was inderdaad niet goed genoeg. Maar het was de hand van God die mij op haar pad had gebracht. Achteraf kan ik dat ook heel goed zien dat ik bij uitstek degene was om haar uit dat tranendal te trekken, waarin ze als mishandeld kind beland was. Maar dan moet ze niet tegen mij gaan liegen. Want dan kan ik haar niet helpen. Snap je? En niet dat ik zo'n heilig boontje ben dat ik alles goed heb gedaan. Ik kan terugkijken op een huwelijkse periode waarin ik zeg van nou, ik heb misschien niet alles goed gedaan. Nou, ik weet wel zeker dat ik niet alles goed heb gedaan. Dat zou toch heel raar zijn. Ik weet dat ik hartstochtelijk heb geprobeerd om er het beste van te maken. Aantoonbaar. En het is mislukt. Maar ja. Wie is het dan wel, hè? Wie had het dan wel weten te lukken? Kijk, en zo moet jij ook met jouw leven omgaan. En dan terug naar die Jezuïeten. Die Jezuïeten die zitten jou af te leiden van deze werkelijke kwesties die gelden voor ieder mens. Dat is je persoonlijke omgang met je, in ieder geval je kind. Maar heb je geen kinderen, dan heb je wel je ouders. Je hebt je broers en je zussen, je buren, al die mensen om je heen. Al die mensen waarmee je omgaat. Hoe ga je met die mensen om? Doe je dat vanuit een dankbaarheid, vanuit een respect? Of ben je zo'n ontevreden mormel zoals de moeder van mijn kind? Nou, die Jezuïeten die zeggen van, nou, die hebben het er helemaal niet over. En die verplaatsen dan jouw aandacht naar zoiets als de concentratie koolstofdioxide. Van, ga je daar maar druk over maken? Maar daar moet je je helemaal niet druk over maken. Waarom zou je? Snap je? Nou, ik vond het wel een hele mooie. Die Jezuïeten deel 3. Over het milieu, zal ik het zo benoemen. De Jezuïeten en de milieupaniek. En dan mijmer ik wel even door voor een volgende. Ik ben er wel geïnspireerd om er nog meer te houden over deze club. Het is toch wel erg belangrijk dat jullie dit allemaal gaan beseffen. Want buiten dit is er niet zoveel om het over te hebben. Kijk, hoe jij je leven moet doen, dat weet ik toch niet. Ik weet dat je het heel zorgvuldig moet doen en dat je dankbaar moet zijn en dat je van alles mag. En wees niet te benauwd en je spat een keer uit de band of zo. Hoe noem je dat? Klap een keer uit de band. Spring een keer uit de band, was het toch? Ja. Ja, dat mag allemaal wel. Doe eens een keer maf. Ja, iedereen doet al zo normaal. Ik weet dat dat allemaal mag. En ik weet dat je met respect moet handelen en dat soort dingen. Maar wat je concreet moet doen, ja, dat weet ik toch niet. Maar dat weet jij wel. En laat je niet in de war brengen door die Jezuïeten. Maar beperk je tot jouw relatie met de Heren. En wees je ervan bewust dat ook jouw
dat lot staat te wachten dat ook jij niks meer kan toevoegen en niks meer kan afhalen van dat wat je in je leven hebt opgebouwd. Want dat is het dan. En waar beland je dan? Op een plek van tandengeknars en geweeklaag? Of op een plek waar de dankbaarheid iedereen de lippen overstroomt? Ja, waar wil je zijn? Snap je? Goeie, hè? Dus in die zin kan je ook zeggen dat die Jezuïeten een hele duidelijke functie hebben in deze maatschappij, namelijk door ons te doen beseffen hoe belangrijk de dingen zijn waar we ons wel mee bezig moeten houden. Zo onbelangrijk als de concentratie koolstofdioxide in de atmosfeer is, zo belangrijk is het hoe jij met je ouders omgaat. En je kind. En je naasten in het algemeen. Snap je? Nou. Dan ga ik nadenken over hoe ik het de volgende keer de Jezuïeten ga betrekken in ons dagelijks leven. En tegen jullie zeg ik voor nu, op zijn hamburgers, tjus. En dag lieverds.